Dus, en ja, we zitten in een fase dat, dat alles wat zo'n beetje tegen is. Want ik denk dat we ook nog niet eens dat we amper wat weggeven de eerste. Maar die vliegt er wel in. Die plaats er ook twee naar voren staan heen en achter. Want jullie creëren wel kansen. Ja. Daar heb je invloed op als trainer. Ja. Op afronden niet? Uiteindelijk ook wel. Maar ja, ik... Kijk, we krijgen een aantal kansen. Daar heb je niet zo heel veel op te trainen. Als je één op één op de keeper komt, dan moet je gewoon langs de keeper schuiven. Daar heb ik weinig ook over te zeggen. Ik denk wel dat als we doorkomen aan de zijkant, zeg maar. En ja, dat we dat wel kunnen trainen. Hoe we daarmee omgaan. Want we hebben drie, vier, ja, ik denk wel zes keer dat we doorkomen aan de zijkant. En dan schuiven we of zo in de verdedigersvoeten of in de keepersvoeten. Ja, dat moet de bepaalde bezetting voor de goal zijn. Ja. En die voorzet moet ook teruggetrokken zijn. Vorige week zei je, we hebben goed gevoetbald. Ik vind ook, na rust was het niet meer zo heel goed, denk ik. Heb je nog zoiets van, ja, dit is gewoon pech. Je komt wel eens in zo'n fase of zeg je van... Kijk, je zit natuurlijk met twee spitsen. Die nu elkaar, ja, wie kiezen? Kiezen voor de een of voor de ander? Is dat misschien wat... Nee, helemaal niet. Ik denk dat je het goed zegt. De speler is wel goed. En dan moet je de kansen maken. Ja, en tweede helft creëer je denk ik ook nog steeds meer dan hun. Hè? Alleen ja, god, zij krijgen op het moment dat Jesse beslist hem gewoon op individuele kwaliteit. Dus ze passeert twee keer een man en schiet hem in de verre hoek. Dat is een simpel kansspelletje, hè. Dus het is gewoon een kwestie van, weet je, zolang het voetbal goed is. Ja, tuurlijk. Dat je een beetje, wat je zegt, het zit gewoon even tegen. Dat is gewoon... Ja, het is natuurlijk gewoon wel kwaliteit, hè. Of je hem maakt of niet. Dus dat, ja. Ja, vorig jaar maakte hij ze wel. Of allebei zelfs. Ja, ja, dus ja, dat, in zo'n fase zit je wel eens. Dus, Okay. Daar kan ik verder niet heel veel meer van maken.